Ik ben nu al zoveel jaar aan het strijden om niet in de rolstoel te komen. Iets helemaal wil het niet, terwijl het me zo gemakkelijk kan maken. Maar ik denk, zolang ik de kracht heb om te sporten, weet je, zoals als ik slecht loop, probeer ik te lopen. Stilstaan is achteruit gaan. Ik ben Winston Carrillo, ik ben 49 jaar, ik heb 4 kinderen. Ik heb al 14 jaar MS. Toen ik hoorde wat MS was, dat was voor mij opluchting. Want pas na een MRI-scan, toen kwamen ze erachter en dat was in 2006. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat ze erachter kwamen. En kwam ik ook de eerste keer in de rolstoel. Daarna ging het eigenlijk heel snel. Net als wanneer je iets weet dat je iets hebt, dat het opeens erg geworden. Dus vrij snel ging ik weer achteruit. Ik werd afgekeurd, 100%. Moest mijn huis moest ik verkopen. Thuissituatie ging ook minder, ik werd depressief. Dat was het, vond ik nog het ergste van alles. Ja. Ik train 4 keer in de week. Ik had zoiets van, dat zou me misschien kunnen helpen om beter te lopen. Omdat ik altijd last had van spasmes. Elke dag ben ik getraind, zeker wel 8 tot 10 keer per dag zat ik op dat ding. En van 1 minuut met spasme ging ik uiteindelijk binnen 6 maanden of zo, deed ik het een uur zonder spasme. En ik kon daarna nog verder. En dat zorgde er ook voor dat ik weer meer meters kon maken. Je moet in beweging komen. Na de rust heb ik genoeg energie om alles te doen. Dat heb ik veel minder als ik niet sport. Als ik niet sport voel ik me ook zwak. En ik heb steeds het gevoel dat als ik zo bezig ben dat ik mijn MS onder controle heb. En dat ik de baas ben. Ik ken mijn lichaam nu beter. Ik heb meer verstand van MS. MS is nu als een soort vriend van me. Nou, mijn kinderen zijn mijn grootste motivatie. Ik wou een goed voorbeeld voor ze zijn. Ik wou ze laten zien dat opgeven geen optie is. Dat ze me zien als iemand die nooit opgeeft. En dat is wat ik hun ook mee wil geven. Dus dat is mijn motivatie. Elke keer als ik ergens doorheen zat, als ik alleen al denk aan mijn kinderen, kan ik altijd doen.